vandaag heb ik een scratch spel gemaakt van de juffrouw JetLearn. En ik heb dit gemaakt. Dan gaat hij vliegen en dan wordt hij een dinosaur en daarna wordt hij regenboog. Maar vandaag heb ik huiswerk, dus ik ga... Kijk, als deze vlag is geklikt, deze, dat staat hier, dan gaat die, dan kan je kijken. En de X is gaat deze kant of deze kant. Maar point direction, die weet ik niet. Maar zeg is, can I be a dinosaur? Dat zegt deze jongen hier. Die dinosaurus was geworden. En repeat 80 times. Dat betekent 80 keer doen. Times by Y by 15. En wachten 1 seconde en dan moet je het niet laten zien. Maar ik heb deze programma gebruikt, die ga ik denk ik. Nee. En daarna. Wacht. Op de wizard is dit hetzelfde bijna. Maar with switch to costume is wizard A. Dat is dit. Go to costume. En dan zie je dit. Wizard A. Wizard B. Wizard C. En daarna wacht voor 4 secondes en zegt oké voor 2 secondes. En wacht voor 4 secondes en switch custom to C. Dat is die boze, deze. Oké, en nu de dinosaurus. Als deze groene vlag is geklikt, dan gaat die niet je laten zien. En 6 secondes wachten en daarna kan die laten zien. En dan zegt hij, wow, ik ben een dinosaurus. Voor 3 seconden. En voor altijd gaat hij kleuren veranderen. Als dit. Oké, we gaan beginnen. Can I be a dinosaur? Oké. En dan wordt hij dinosaurus. Well, bij de eind gaat hij... Cool toch? Like en subscribe. Voor een nieuwe Scratch game. Like, subscribe. Doei!